wir sind bezig met een zogenaamde PAM-test. PAM staat voor een periodieke arbeidsgezondheidskundige monitor. En onze medewerkers, onze ambulancehulpverleners, die nemen deel aan een dergelijke test om zeg maar, hun fysieke en mentale weerbaarheid te scannen, te monitoren. We willen aan de voorkant kijken of mensen voldoende fit zijn om hun werk te kunnen doen, want uiteraard centraal staat patiëntenzorg. Aan de hand van de test komen er beelden uit, komen er aanbevelingen uit, hoe met voor aan de slag gewoon. En als de vlag er goed bij hinkt natuurlijk, dan krijg je de positieve etiket. Als ze de testen eerder dus kunnen herhalen, dan is ze van tevoren al een traject waar ze in kunnen starten als ze iets ontdekt, wat is in de rug slechts gezien of dergelijks. Dus dat is dan een fijn, en ik ga samen kijken naar een andere oplossing. Marijn, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Dan beginnen we doen. 3, 2, 1. Ja. Het was pittig. Het was best even afzien. Het is een leuke test. Uithoudingsvermogen zit erin. Maar het ging wel aardig, ja. Hij is net aangekomen. Hij heeft net 7 trappen opgerend. Bovenaan de trap draait hij dan een cognitieve test. Het is voor ons om te kijken of hij na het leven van een fysieke inspanning ook nog goed kan nadenken en zijn werk goed kan doen. Ja, ben je klaar? Ik ben klaar. Ja, prima. 0 fouten. Dus alles is erop gericht om tot zeg maar, het pensioen, in ieder geval zo lang mogelijk, dien werk als ambulancehulpverlener te kunnen doen. Nou, we hebben voor dit gebouw gekozen om die testen te kunnen doen, er aan bepaalde ruimtelijke eisen voldoen moet worden. Er zit onder meer ook een trappentest in. Niet elk gebouw hier in de regio leent zich daarvoor. Dat is een belangrijk element, de ruimtelijke aspecten. Als we deze gangen altijd hadden, was een genot. En het is vaak kleine ruimtes. Vaak liggen mensen ook op een sloopkamer. En dan is het altijd lastig kijken wie mensen beneden krijgen. We zijn de buurman van de innovatoren. Dat is een tweede element en een derde element. Doordat onze hulpverleners hier deelnemen aan de PAM, leren ze ook het gebouw kennen. Dus mocht er een keer iets ontstaan, dan zijn ze wegwijs gemaakt.